De EBS werknemersorganisatie heeft vanmorgen een spoedalgemene ledenvergadering gehouden over zaken die het personeel dwars zitten. Bondsvoorzitter Marciano Helling zegt dat de gemoederen verhit zijn omdat de directie zich niet houdt of heeft gehouden aan gemaakte afspraken en zo probeert de bond te ondermijnen. Hellings legde tijdens de ALV verder uit dat er afspraken zijn gemaakt met de directie volgens de CAO die op 31 juli is getekend. Partijen kwamen overeen dat er een lump sum zou worden uitbetaald, maar daar is nog geen invulling aan gegeven, zegt Hellings. En we zitten vandaag nog te vechten over de uitvoering daarvan. Hoe gekker kan het? Juli, augustus, september, oktober. Dadelijk is het kerst. En u lacht erom. We zitten met een CAO die nog steeds niet is getekend. En de CAO die loopt van 1 januari tot 31 december en er is een opzegtermijn. Dus we zijn bang dat we straks tekenen en we direct weer moeten opzeggen. En dan starten we weer aan het begin. Alleen maar vertragingstactieken worden toegepast. Hellings bracht de ALV in herinnering dat er afspraken zijn gemaakt tussen de bemiddelingsraad en de NVEBS dat er een nieuwe loonstructuur moet komen. Die afspraken lopen al 12 jaren. En over het waarom dit nog steeds niet van de grond kan komen, tast de bond nog steeds in het donker. En we zitten er pas een jaar als nieuw bestuur, maar ook het bestuur daarvoor. Die heeft meerdere malen gevraagd, van luistert u het loonstructuur. U weet nog de beloftes die zijn gemaakt. Het komt januari, augustus, dan oktober. Wel, tot de dag van vandaag is er geen loonstructuur op tafel. Maar we hebben een principeakkoord getekend. Er is zelfs een mededeling gestuurd vanuit de directie. Over de invoering van het nieuwe loonstructuur. We zijn als bestuur akkoord gegaan met de maand van juli. En wanneer we keer op keer weer vragen van luister, die kunnen we de gesprekken oppakken. We waren al daar bij de consultant die belast was met het inzetten van het loon van de loonstructuur. Dan vraag je jezelf af, maar is men wel serieus? De bond had na de schorsing van de ALV een meeting met de directie en de uitkomst was dat de directie heeft gevraagd voor uitstel naar maandag. De ALV ging daarmee niet akkoord. Bondsvoorzitter Hellings deelde onze redactie mee dat het bestuur een uitnodiging heeft gehad voor een meeting morgenochtend met een clusterteam van ministers. In onze nieuwsuitzending van morgen komen we terug op deze kwestie van de EIBS.